schoon loont. Petra Wegman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het zo? Loont schoon? Dat hebben wij wel gemerkt, ja. Ja? Ja, de wedstrijd... Een heel klein stukje dichter naar de microfoon gaan, ja. Okay. Zo, ik schuif hem iets naar. Ja, kijk, want dan ben je gelijk... Je bent goed in beeld, maar dan ben je ook goed te horen. Dat is heel fijn. Ja. De kleine geluidjes erbij, maar... Ja, ja, dat geeft niet. Ja. Maar schoon loont? Ja, dat is een wedstrijd die we in maart dit jaar zijn gestart op de Landelijke Opschoondag. We hebben daarvoor zo'n ruim 130 scholen en verenigingen in Schiedam en Vlaardingen benaderd om daaraan mee te doen. We hebben ze gevraagd om hun plastic verpakkingsafval ook te scheiden. Ja. Op de vereniging, op de school. En daarnaast kunnen ze nog meedoen aan een wedstrijd. En dat is op het eigen terrein schoon te houden. Dus het schoolplein of het sportterrein. En als het kan ook nog omliggende terreinen. Hmm. Uiteindelijk hebben we zo'n 63 scholen en verenigingen zich daarvoor aangemeld. Ja, en die zijn gestart. Ja, ja. Ze hebben daarvoor eigen plastic containers gehad. Plastic wordt voor ze gratis opgehaald. En we hebben ze verder gefaciliteerd in hesjes, prikstokken, wel niet lijstjes. Wat hoort nou wel in die container, wat hoort niet in die container? En we hebben afgelopen weken eigenlijk gecontroleerd. Dat klinkt wat negatief. Ja, okay. En met een jury zijn we alle deelnemers langs gegaan om te kijken hoe ze het doen. Ja, ja. En daar krijgen ze punten voor. Nou moest ik vroeger ook heel vaak, heel regelmatig het schoolplein schoonmaken. Maar dat had een hele andere oorzaak eigenlijk. En ik verdiende er ook niks mee. Ik kwam daar het strafwerk mee. Maar dat tegenwoordig is anders gedaan, begrijp ik. We merken dat schoon houden en een schone omgeving is ook fijn, is leuk. En het moet ook niet een negatief karakter krijgen of stempel krijgen. Maar ja, schoon is fijn. Iedereen vindt een schone straat of een schone omgeving. En het is wel zo prettig. Schoolplein fijn. Dus ja, laten we dat ook als je het met z'n allen doet, is het ook nog gezellig. En het is ook het is heel raar, maar ik heb wel eens met een bedrijfsleider, toen ik in de winkel werkte, een test gedaan met een pad schoonhouden en een pad daarnaast een propje neergooien. En dan zie je dat het schone pad schoon blijft en bij dat propje komen er steeds meer. Die, ja, zo werkt dat over het algemeen wel. Er zijn natuurlijk altijd wel uitzonderingen. Het is net bij de konijnen af, die propjes. Ja. 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 Wat konden ze verdienen eigenlijk? Ze kunnen, en de wedstrijd loopt nog steeds, tot maart volgend jaar. Ja. Ze kunnen een activiteit winnen. Ter waarde van 1000 euro. Okay. Dus niet het geldbedrag, maar wel willen ze een schoolfeest organiseren. Dan kan je dat bedrag besteden aan bijvoorbeeld een rapper die je graag op het feest wilt. Of verenigingen kunnen misschien wat trainingsmaterialen. Dat geld besteden aan trainingsmaterialen. Het geld krijgen ze dan niet, maar wij schaffen dan trainingsmaterialen aan. Het is vrij te besteden. Ja, ja. Ja. Er zijn ook nog tweede en derde prijzen te verdienen. En dat is een activiteit ter waarde van een lager bedrag. En zijn er categorieën? Want ik kan me voorstellen dat het voor een sportvereniging heel anders is dan voor een school. Nee. Het is gewoon allemaal in dezelfde categorie. Het is allemaal dezelfde categorie. Ze krijgen punten. Gedurende het jaar kunnen ze punten verdienen door hun activiteiten te delen op onze Facebookpagina Schoon Loont. Hoe meer activiteiten, hoe origineler de activiteiten. Daar zijn allemaal punten mee te verdienen. Daarnaast hebben we nog tussentijdse acties met puntenverdubbelaars, post deze week. En dan krijg je extra punten om het te blijven stimuleren. Ook een soort mystery guest die tussendoor even checken of het wel echt wel was. Ja, dat was de jury. Dat was onaangekondigd. Kwam de jury langs. Ja, okay. Die is onaangekondigd langsgekomen. En was eigenlijk verrast dat de terreinen ook echt schoon waren. Ja, ja. Ja. Dat er ook echt actief, de containers voor het plastic verpakkingsafval zijn ook echt actief gebruikt. Ja. En daar waren we eigenlijk wel heel blij mee. Krijgen ze daar nog een aparte beloning voor het goed gespreid punten, afval? Of, punten, punten voor het einde van de wedstrijd, okay. Ja. En ik kan me voorstellen, maar als je zegt van we hebben ineens nu mooi oud papier aan het verzamelen, dat je dat kan je inleveren natuurlijk. Ja. Krijg je misschien ook wat voor? Ja, we hebben sowieso al naast deze schoonloonde actie kunnen verenigingen en scholen een papier ophalen in een wijk één keer per maand. Mm-hmm. Daar krijgen ze vergoeding voor. Ja. Maar dat is los van dit project. Ja. In welke hoedanigheid zit u bij dit project? Ik ben een van de projectleden. Communicatieadviseur bij Irado. Vanuit de communicatie-invalshoek ondersteun ik dit project. Ik was ook een van de juryleden. Ja. En het is heel leuk om, als je vanuit een bedrijf als Irado nu ook direct contact hebt met scholen en de verenigingen. Van, wat speelt er nou? Waar lopen jullie tegenaan? Ja. We hebben gemerkt dat een enkele school toch wel last heeft van zwerfvuil, wat 's avonds door hangjongeren wordt achtergelaten. Het ligt er ook aan hoe jouw situatie is natuurlijk. Ja, ja, ja. Als dat helemaal afgeschermd is, dat er nooit iemand komt, dan heb je het zelf in de hand. Ja, een aantal scholen heeft dat niet. Nee. En die hebben daar echt elke ochtend last van, dat klopt. Dus we hopen ook dat we samen met die scholen en met de gemeente
Ja. Willen we graag meedenken over oplossingen. En dan ook nog afhankelijk van de wijk waar je in zit, de soort afval, denk ik. Want ik kan me voorstellen dat er in sommige wijken ook nog wel gevaarlijke dingen tussen liggen. Als injecties spuiten en zo. Ja, nou, dat soort informatie heb ik persoonlijk niet tijdens die jurybezoeken gehoord. Mm-hmm. Maar ik kan me dat, glasscherven is al gevaarlijk. Ja. Hè, van flesjes. Kapotte flesjes. Ja, ook dat is al... Dat is wat veel voorkomt. En dat is lastig om dat te voorkomen natuurlijk. Want dat zou betekenen dat je 24 uur bewaking op die pleinen moet hebben. Ja, dus daarom proberen we op allerlei manieren zoveel mogelijk aandacht te schenken aan het voorkomen van zwerfvuil. Ja. Het is een kleine moeite om even je rommel, waar je dan ook bent, op te ruimen. Thuis vinden we dat allemaal vanzelfsprekend, maar buiten de deur moet dat eigenlijk ook vanzelfsprekend gaan worden. Irado doet vast veel meer als alleen maar de scholen een beetje stimuleren. We hebben bijvoorbeeld twee hele leuke dames die regelmatig op de markt lopen. Voor de marktkooplui lopen er gelukkig meer leuke dames, maar ik heb het over twee hele aparte. Dat is ook iets wat georganiseerd wordt bij jullie? Ja, dat doen we. Want we vinden samen met de gemeente Schiedam het belangrijk dat we zo min mogelijk zwerfvuil op straat ligt. Dus hebben we dit jaar bedacht dat er elke maand een zwerfvalthema onder de aandacht gebracht wordt. En dat doen we het liefst op plekken waar veel mensen samenkomen. Nou, dat is de wekelijkse markt op vrijdag. Daarom hebben we die plek uitgekozen. En zoals ik net zei, elke maand een ander thema. Gisteren hadden we twee beveiligers, tussen aanhalingstekens, die de kauwgomvrije plekken op de markt bewaakten. En, dat is ook erg, hè? Kauwgom op straat gooien. Ja, kauwgom is heel lastig. Het is vies, het is kleverig. Het wordt duurt hard. Minimaal 20 jaar voordat het... Ongelooflijk. Voordat ook maar iets verdwijnt. Het is gewoon zonde. En het geeft een heel vuil straatbeeld, waardoor mensen zich niet veilig voelen. Ja. En dat is gewoon heel erg jammer. Wat we doen met die act is met inwoners in gesprek komen. Eigenlijk op een hele luchtige manier. Ze benaderen je gewoon. Wat we gisteren hadden gedaan is een bepaald terrein op het Land van Belofte. Op elke plek waar een stukje kauwgom lag, omcirkeld met wit krijt. En misschien is het vandaag ook nog wel te zien. Hoewel, het heeft hard geregend. En dan schrik je hoeveel kauwgom er op straat ligt. Nou, ze hadden één plekje afgezet waar geen kauwgom lag. En daar mochten mensen in staan. Dat was een uniek plekje, Schiedam. Okay. Want daar ligt geen kauwgom. En dat moeten we eigenlijk uitbreiden. Want we willen zo min mogelijk vuil op straat. Goed. Duurt 20 jaar. Als we nu stoppen met kauwgom op straat gooien, 20 jaar voordat we schoon zijn. Ja, als we het niet schoonmaken. Nee, en dat is nogal arbeidsintensief. En dat is lastig, hè? Want dat moet eerst bevroren worden. Als het boven de 15 graden is, dan is het wat minder hard. Dan is het makkelijker te verwijderen. Maar je moet het echt krabben. Met echt een specialistische reinigingsdienst moet dat gaan verwijderen. En dat in is Rotterdam gewoon heel bezig gezien met speciale dingen. En, het is arbeidsintensief en kost het geld. En dat is eigenlijk iets wat we makkelijk kunnen voorkomen. Door het even in de afvalbak te gooien. En sigarettenpeuken. Ja, zijn ook heel lastig te verwijderen. Want die gaan tussen de naden van de tegels zitten. Mm-hmm. Dus daar worden we ook Je hebt in sommige steden van die hele handige vuilnisbakken staan. Gewoon zoals we ze nu kennen, prullenbakken. En daarbovenop zit een hele kleine asbak. Dat is een overweging, dat kunnen we eens overwegen. En in het buitenland kan je een behoorlijke boete krijgen als je ze niet gebruikt. Ja. En echt dan een behoorlijke boete van een paar honderd euro. Ja, ik weet niet of... het is een kwestie van handhaven dan inderdaad. Ja. En dan wordt het heel erg streng benaderd. Mm-hmm. Wat wij proberen is mensen aan het denken te krijgen met al deze acts over al die thema's. Ja, wat voor rol heb ik daarin? Hoe kan ik zelf bijdragen aan een schonere straat, aan een schone stad? En dat begint natuurlijk bij de jeugd en dus bij schoon loon. Het begint bij de jeugd. We willen vooral dat de jeugd het voortzet. Ja. Thuis, op verjaardagen, familie, op de sportclub, op school. Dat wat je thuis doet, doe dat ook wel ergens anders. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap. Geen zwerfafval, geen grof vuil bij de aapjes neerzetten. Nee. Bel Irado en dan... We komen het ophalen. Ja. In welke termijn? Als ik nu bel, dan staan ze er... In principe, het duurt 2 weken. 2 weken? Ja, het is wel de bedoeling dat je zelf initiatief neemt in eerste instantie om het weg te brengen naar de Milieustraat. Die is 6 dagen in de week geopend. Mm-hmm. Ik zeg het verkeerd. Het is maandag, dinsdag, woensdag. Maandag, dinsdag, woensdag zijn ze gesloten. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Ja. 5 dagen. Op woensdag zijn ze gesloten. Maar is ook een lange termijn. Daar is bewust voor gekozen. Omdat ook hier in de boodschap eigenlijk zit. Breng zelf je afval weg. Naar de Milieustraat, daar wordt het gescheiden, wordt het als grondstof hergebruikt. Om zelf dat bewustzijn te kweken bij inwoners van Schiedam. Ja, oké. Dus daarom zit er een termijn van 2 weken op. Ja. Probeer het eerst zelf weg te brengen, lukt dat niet? Nou, dan komen we het gewoon ophalen.
Maar dan zit je er wel 2 weken mee in juist. Ja, het is even vooruitdenken. Dat is even jammer natuurlijk. Ja, het is even vooruitdenken. Maar ook het goed hoor, kan heel veel spullen gebruiken. Ja. Het hoeft niet altijd als grof vuil weggezet te worden. Een kringloopwinkel, zoals bijvoorbeeld Het Goed, heeft ook heel veel nog aan spullen. Ja, die halen ook heel veel op natuurlijk. Ja, wat ik zeg, een afval is een goede grondstof voor nieuwe producten. En of het nou echt gerecycled wordt door een afvalverwerker of hergebruikt wordt via een kringloopwinkel. Ja, uiteindelijk... Is het beter voor het milieu? Is het beter voor het milieu. Okay. Schoonloont, het loopt tot volgend jaar maart. Ja. Dan wordt de winnaar bekend. Dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Nou, die komen hier ook een feestje vieren. Natuurlijk. Oké. Okay. Bedankt in ieder geval.